Huize Campagne krijgt wederom 26 zakken rijst van 25 kilo. Het is de zesde keer dat het kinderhuis mag rekenen op deze duurzame hulp. Zes maanden lang heeft de Sunni-moslimgemeenschap in Nederland ervoor gezorgd dat het tehuis op maandbasis 26 zakken rijst van 25 kilo kreeg. Voorzitter Vismalen was op locatie en vertelt u meer hierover. Kijk en luistert u maar mee. We zijn wederom te Huize Campagne, waar wij zes maanden lang reis hebben gedoneerd aan dit kinderthuis. Ik mag u zeggen dat wij dit gedaan hebben achter elkaar door Sumi Moslim Organisatie voor de zesde keer. Elke keer 26 zakken reis. Mevrouw Campagne, hoe gaat het met u? Goed, goed, goed. Vooral u vandaag bent gekomen, want ik zei al verleden, ik heb geen reis meer. En dan leek je. Daarom hebben wij kunnen inspelen door tussenkomst van deze organisatie. We hadden laatst een etentje hier en we zijn een beetje op chimis. We hadden minder kinderen geteld. En nu heeft hij veel meer kinderen. Hoeveel kinderen heeft hij thuis nu? Ik heb er 85. Is veel? 85, ja. En ik heb er 3 baby's. Ik heb een baby van een maand en 2 van 8 maanden. Dus u moet het weten. Hoe redt hij het wel? Ik heb dan een gave en dan een steun voor 1 voor 12. Even 1 voor 12 naar de oudere daarom met de kangades. Maar mensen helpen jullie 1 voor 12. Zodat 1 voor 12 ons weer kan helpen. Wat aan nou toe heb je. Het is echt zwaar. Het is echt zwaar, je hoort het. En ik mag het ook zeggen. Menen wil ik niet vragen, maar wil ik smeken. Steunt u 1 voor 12? Ik mag u vertellen dat wij 6 instellingen elke dag brood moeten geven. En het kost ons elke dag 500 broden maal 2 SRD 50 cent. Gaat u dat vermenigvuldigen per dag? Afvoeren, afvoeren. Maar we hebben gelukkig een paar donateurs. Zoals mevrouw Peggy, zuster Peggy, die zegt van nee, we helpen je. Zuster Peggy heeft laatst gedoneerd voor een Huize Esther Stichting waar we brood en beleg hebben gedoneerd. Maar in dit keer zijn we hier van voor de Sumi-organisatie. Laat me dit alvast zeggen dat deze organisatie 6 maanden lang dit heeft gedaan. Als ze het gaan verlengen, weet je niet, dan moeten we ze verbeteren. Nee, zeker. Want als meneer Sumi het niet verlengt, moet dit er. Want die zakreis is maar voor 2 dagen. Dus met begge een gemeenschap, met begge hoe je me naar land hebt gezien. Waar moet je vinden dat je met begge hoe je boangen alleen. U hoort het, 85 kinderen die er zijn en ik begrijp 3 baby's erbij, daar komen 88 kinderen. Heb ik het goed? Ja, helemaal, helemaal. Als u kunt helpen, doet dit via 1 voor 12. We hebben ook laatst een oproep gedaan, kwarde kinderen zitten te eten, moet voorzien worden van een PVC-schroeten. Wij kunnen het nu niet permitteren, wij zitten met zoveel andere kosten die wij nog moeten doen. Maar wilt u het via 1 voor 12 doen? Dan laat u me weten. Wil je het zelf doen, mag je ook zelf naar hier komen. Ik kijk er naar uit en we willen helpen. En vooral, deze mevrouw is een kritische vrouw die gedoneerd heeft. Ze vraagt me van A tot Z. Hoeveel kinderen heeft een campagne? Hoeveel reizen hebben ze nodig? Ik wil u bedanken dat u zo kritisch bent. Toppie. En we hebben een goede samenwerking. Blessie. En u hoort het. Er wordt gevraagd naar verlenging. En we hopen dat u kunt helpen. God zegen. Bless u. En de mensen die achter u staan, laat ze u blijven ondersteunen. Dat we verder kunnen gaan om reis, brood en andere dingen te doneren. We checken u. Thank you.